Welkom bij Deluxe Gordijnen, de gordijnen-specialist van Nederland. U kunt rekenen op de beste service en de mooiste gordijnen. Onze eigen atelier voor topmaatwerk. Bekijk onze showroom voor meer inspiratie. U bent van harte welkom. Kijk op www.deluxegordijnen.nl. Wij van Euroflex zijn op zoek naar vrachtwagenchauffeurs met CNCE-rijbewijs. Euroflex heeft werk door heel het land. Ben jij gedreven en gemotiveerd? Meld je dan nu aan via info@euroflex-logistics.nl. Of stuur ons een appje via de WhatsApp-lijn, dan gaan we je direct helpen met werk. Wallahi, we hebben mensen meegemaakt die 10 jaar niet met elkaar in gesprek zijn gegaan. Van iemand in zijn sterfbed, hè? Allah. Die heeft gezegd, ik heb echt spijt dat ik ruzie heb met mijn broer. En het is zo erg dat hij mij niet bij mij op bezoek is gekomen. Jouw oom heeft de erfenis van jouw vader gepakt. Moet je dan bij je oom langs gaan terwijl je weet dat hij bijvoorbeeld in jouw huis heeft gejat? De leukste islamitische webshop van Europa. Voor 23:59 besteld is morgen in huis. Voor Ramadan en Eid decoratie, islamitische boeken, cadeaus, spellen en nog veel meer ga je naar www.hadithshop.nl. Maak ruimte voor groei door uw boekhouding uit te besteden. Boekhoudadvies op maat. Gespecialiseerd in het MKB en ZZP. Transparant in de prijzen, samen groeien naar een groter succes. Dan ben je bij ABCD kantoor aan het juiste adres. Neem vandaag nog contact op. Assalamu alaikum, Oustad Diana. Wa alaikum assalam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Kidir, labas alaik, alles goed? Alhamdulillah. Is het alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu feek. Alhamdulillah, wa nashkuruh. Vandaag wil ik het met jou hebben over een onderwerp wat ons allemaal aangaat. En iets wat we misschien onderschatten. En maar dat we voelen wel aan dat er iets goed mis mee is in deze tijd. En dat is Silat al-Rahim. En dat is hoe we omgaan met familiebanden. Okay. Het valt mij op dat ik kan me herinneren in de jaren 90, in de jaren 2000, 80, 90, waren de familiebanden veel hechter dan nu. Ja. Ik zag mijn familie vaker, ik zag mijn tantes, ooms vaker. Ik zag mensen konden bij elkaar slapen. Ze gingen bij elkaar op visite, bleven 3 dagen lang. Ja. Subhanallah, dat is nu in 2023. Nauwelijks meer aanwezig, hoe dat vroeger was. Ik vraag me af van, verliezen we iets groots? En wat is het islamitische belang van deze Silat al-Rahim, het onderhouden van deze familiebanden? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulullah, ma ba'd. Subhanallah, dit hoor ik vaker. En heel veel mensen zeggen, we willen weer terug naar de oude tijd als het gaat om om familieband onderhouden, familiebezoek, die gezelligheid. Ja. Er is een verschil tussen iemand die familieband verbreekt. Hm. Dat is qati'ur rahim. Ja. En iemand die dat niet bewust doet. Dus je hebt mensen die dat echt bewust doen. Ja. Om een of andere reden. En mensen die hun best doen om hun familie te bezoeken en hun familieband te onderhouden. Maar er zijn omstandigheden en het is wel belangrijk om het over beide gevallen te hebben. Ja. Maar als het gaat om iemand die het bewust doet. Bewust niet meer familie opzoekt? Ik heb geen familie nodig. Ik wil ze niet meer zien. Ja. Ik heb niks aan mijn familie. Ik ga mezelf in een hele kleine kringetje opsluiten. Ja. En ik wil met niemand te maken hebben. Gewoon alleen mijn gezin, mijn vrouw, mijn kinderen. Geen klaar. Oom, geen tante. In sommige gevallen lacht geen vader, geen moeder. Omdat er conflicten zijn, ruzies enzovoorts. Wat mensen niet beseffen, zoals jij net hebt gezegd, is iemand die zijn familieband verbreekt, mm-hmm. die heeft een grote zonde begaan. En dat is heel erg. En het is voor ons genoeg dat de profeet sallallahu alaihi wasallam zegt, degene die zijn familieband verbreekt, ja. zijn familieband niet onderhoudt, zal het paradijs niet binnentreden. Subhanallah, zo is het zo zwaar. Zo erg, hè? Waarom zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam dat?
de islam leert ons vooruitkijken. Dus het gaat niet om mij alleen, maar het gaat ook om mijn kinderen. Ja, maar wat je zou kunnen zeggen van, nou ja, dan bezoek ik toch mijn ooms en mijn tantes niet. Nou en, ik heb gewoon mijn vrouw, ik heb mijn kinderen, ik heb mijn bedrijf, ik heb mijn werk. Zelf, ik klaar, lees Asjebarka, wat moet ik ermee? Eigenlijk, als ik mijn familieband niet onderhoud, dan zeg ik tegen mijn kinderen indirect, familie is niet belangrijk. Je oom en tante zijn niet belangrijk, want ze zien mij niet, mijn broer of zus of zusje of wie dan ook, bezoeken. En ze gaan daarmee opgroeien. En dat gaan ze overnemen van de ouders. In geval van ruzie, ja. Nu komt het, hè. Als ik ruzie heb met mijn broer. Ja. En subhanallah, ik heb vaak bemiddeld en soms gaat het helemaal nergens over. Echt om onzin? Ja, onzin. Ik heb gebeld, je hebt niet opgenomen. Dat heb je expres gedaan. Ik zag jou in de markt, je hebt geen salam alaikum gezegd. Op het moment dat twee mensen oneenigheid hebben, een conflict, en ze praten niet met elkaar. In de islam mag je niet langer dan 3 dagen niet met elkaar praten. En dan zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam, de beste onder die twee is degene die met salam begint. Die over zijn eigen trots stapt en naar die andere gaat. Maar shaitan zegt, nee, laat hem maar beginnen of laat haar maar beginnen. En zo heb ik een situatie meegemaakt van iemand in zijn sterfbed. Hè? Allah. Die heeft gezegd, ik heb echt spijt dat ik ruzie heb met mijn broer. En het is zo erg dat hij mij niet bij mij op bezoek is gekomen. Tijdens zijn sterfbed? Ja. Zo erg kan het gaan bij sommige mensen. Ja. Alhamdulillah, niet bij iedereen. Nee. Maar om dit niveau te bereiken moet jouw hart hard zijn. En diegene is overleden en die broer is niet gekomen. Ook niet bij Salat al-Janaza, helemaal niet. Oeh. Zo erg, hè? Dus het gevaar is dat je dat normaal gaat vinden. Misschien eerste dag, tweede, moeilijk, ik heb ruzie met diegene. Ja. En dan ga je daaraan wennen voor je het weet. 1 jaar voorbij, 2 jaar voorbij, 3 jaar voorbij. Safi, wallahi, we hebben mensen meegemaakt die 10 jaar niet met elkaar in gesprek zijn gegaan. Echt 10 jaar lang. Hoe zij dat hebben volgehouden, Allahu a'lam. Maar wat nog erger is, jouw daden gaan niet omhoog. Wat bedoel je daarmee? Op het moment dat de daden van al-ibad, vooral op de maandag en donderdag, dan zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam, ik wil dat als mijn daden naar Allah gaan, dat ik dan vastende ben. Op het moment dat de engelen komen, dan zegt Allah, laat die twee totdat zij het goed maken. Dus het kan zijn dat iemand heeft gefaast, op al-hajj is geweest en alles blijft beneden. Alles blijft hangen. Alles blijft hangen. Mogen Allah ons behoeden. Omdat jij zonder geldige reden je familieband hebt verbroken of niet met iemand in gesprek wilt gaan. Niet het initiatief neemt om het goed te maken. Want dan ben jij eigenlijk degene die goed bezig is. Als jij het initiatief neemt en die andere persoon wil alsnog niet, dan heb jij gedaan wat je moet doen. Juist. Khayruhuma alladhi yabda'u bis-salam. Dus de beste is degene die met salam begint. Ja. Zeg degene salam terug, prima. Zo niet, dan heb jij gedaan wat jij moest doen. Maar dat wil niet zeggen dat je gaat zeggen, ja, nou en, dan niet. Nee. De islam leert ons om het te... We moeten het blijven proberen. Elke keer weer op een andere manier natuurlijk, of een ander moment. Of... Natuurlijk. Ja. Want als je daar heel veel waarde aan hecht en je vindt het belangrijk, dan moet je het natuurlijk blijven proberen. En niet gelijk zeggen van, jij wil niet, dus klaar.
Want het heeft niet alleen maar met jou te maken, zoals ik net heb gezegd. Het heeft te maken met de generaties daarna, met je kinderen, dat ze daarmee opgroeien. En dat je een familie krijgt waarbij heel veel verdeeldheid is, heel veel oneenigheid, heel veel ruzies. Vroeger, jij zal dit beeld wel herkennen. Bijvoorbeeld in de jaren 80, in de jaren 90, als we naar Marokko gingen, ging je naar je oom, ging je naar je tante, ging je naar, weet je, dat was, en nu is het veel zakelijker geworden. Ja. Het is niet alleen maar, je ging logeren. Ging logeren, ja. Het was leuk, ja. Je blijft bij je familie. En familie was heel belangrijk. Ja, maar helaas jammer. Bij sommigen is nu familie toch wel Fortnite, GTA, dat soort dingen, PlayStation spelen. Mensen leven nu echt gesloten, omdat ze bezig zijn met andere dingen. Maar waarom hebben we die behoefte dus niet meer aan onze familie? Waarom? Waar komt het vandaan? Zoals ik net heb gezegd, soms is het bewust, soms is het onbewust. Dan word je wakker en dan zie je dat je 2, 3 jaar, 4 jaar je oom niet hebt bezocht. Dat is heel erg, hè? Ja. Dan ga je terugkijken, waar was ik mee bezig? Ik was alleen maar bezig met wereldse zaken, met dunia, met onzin. Waarom kan ik wel andere plekken bezoeken en mijn familie niet bezoeken? En dat, ja, dat is erg. Dus eigenlijk ga je zelf overtuigen dat je druk hebt en dat dat niet kan. Terwijl dat wel kan. Ben je verplicht om bijvoorbeeld je ooms te bezoeken in de islam? Of is natuurlijk. Je bent verplicht om die familieband te onderhouden. Oké. Okay. Want je oom, in dit geval, het kan de broer zijn van je moeder, wij zeggen geil in het Arabisch. Ja. Of de broer zijn van je vader. Ja. Of andersom, je tante, de zusje van, of zus van je moeder. En al-amma, dus al-ghala is van moeders kant. De zus van je vader. En de zus van je vader is dan al-amma. Ja. Dus dat is, het is iemand die heel dichtbij is. Dus je bent verplicht om heel gewoon op regelmatige basis op te zoeken, sterker nog, het hoort bij goed zijn voor je ouders. Dat je familie gaat bezoeken die je alleen maar met je ouders kunt doen. Je eert je ouders ook daarmee, bedoel je? Natuurlijk, ja. Maar als je, stel je voor, je hebt het gevoel dat je niet welkom bent bij je oom. Of hij doet een beetje zakelijk afstandelijk. Wat dan? Moet je dan gewoon zeggen van, ja, als ik naar hem toe ga, hij is wat stiller. Volgens mij zit hij niet helemaal op mij te wachten, maar De islam leert ons dat geen reden mag zijn om je familieband te verbreken. Dat is echt geen reden. Hij was niet gezellig genoeg of hij was niet... Nee, hij heeft niks mee te maken. Laten we een voorbeeld nemen die ons voor Marokkanen vaak voorkomt. Stel je voor, 10 jaar geleden of zo, weet je, of 5 jaar geleden, jouw oom wilde eigenlijk het liefst bijvoorbeeld dat je met zijn dochter trouwde uit Marokko, of ik noem maar iets. Ja. Heb jij niet gedaan, je hebt voor iemand anders gekozen. Bak je haak het eigenlijk zo, jij. Weet je, dus als jij langskomt, hij geeft je het slem nakens. Ja. Hij geeft je van, hij denkt, weet je, wat heb ik aan jou, je bent mijn neefje. Maar in zo'n situatie moet je dan toch gewoon naar hem toe gaan en bij hem gaan zitten. Terwijl je weet dat hij eigenlijk denkt van, ga weg joh, jij wilde niet met mijn dochter trouwen. Zeker, het zijn twee dingen. De islam leert ons van, wat is jouw plicht? Wat dien jij te doen? Ja. Wat een ander doet, is zijn verantwoordelijkheid. Maar jij dient je familieband gewoon te onderhouden. Tenzij het om extreme gevallen gaat. Ja. Dat je bedreigd wordt. Of, echte ruzies en zo. Ja, dat is heel wat anders. Ja. Of dat diegene bepaalde haram dingen thuis doet. Dat is heel wat anders. Maar als het gaat om dochter, trouwen, dat soort dingen. Jij gaat voor het stukje familieband, ook al ga je voor de deur zeggen, salam alaikum, hoe gaat het, alles goed, handje geven, knuffeltje en weggaan. Je hoeft niet heel lang daar te gaan zitten? Dat hoeft niet, dat is geen reden. Het staat nergens dat je 3 uur moet blijven of 4 uur of 5. En moet je met elkaar zien, in gesprek zijn, gaat goed met je, klaar. Want daardoor kun je harten van mensen winnen. Wie weet zal er een dag komen, doordat jij je oom of tante blijft bezoeken, dat hij toch heel anders gaat denken. Die Hashem Shouya gaat denken. Ja, zeker. Shouya, blijf me opzoeken. Ja, ja. En subhanallah, er zijn mensen die dat voor elkaar hebben gekregen.
Echt waar. Dus die eigenlijk ruzie hadden, maar toch... Ja, doordat ze... kijk, het gaat echt om die ego, hè. Ja. Daar gaat het meestal om. Daar draait het om. Eerst moet hij, dan ga ik. En op het moment dat je zo denkt, je kunt niet verder. Dat is dan een blokkade in je leven. Maar op het moment dat je zegt, Allah subhanahu wa ta'ala heeft mij opgedragen om mijn familieband te onderhouden, nou, dan ga ik dat gewoon doen. En bijvoorbeeld kinderen van je ooms, Ulad al-Am, Benet al-Am, ben je daar verplicht om naartoe te gaan? Of is dat, hoe zit daarmee? Er zit geen verplichting in, maar het hoort ook bij familieband. Ja. Het hoort er ook bij. Het is niet een verplichting, maar het hoort er dus wel ooms en tantes, die zijn het zwaarste, het belangrijkste? Ja, je broer, je zus, ja. Je oom. Opa, oma. Je opa, je oma, je ouders. Ja. Die zijn, maar bijvoorbeeld kinderen van tantes, kinderen van ooms? Dat is ook familieband. Dus die horen... Kijk, als ik mijn neef en nichten verwaarloos en... Dat heeft dan invloed op mijn tante. Dan heb ik weer iets gedaan wat eigenlijk niet... Dat vindt je tante niet zo leuk. Ja, dus dan ga je haar raken. Dat is niet de bedoeling. Dus je moet echt altijd een overweging maken van hoe en wat. Dus je hoeft niet elke dag naar iemand te gaan. Soms is een belletje ook salat rahim. Een belletje? Ja, ja. Er zijn mensen die het echt waarderen als je belt en zegt, hoe gaat het met je? Ja. Dus dat vergeten mensen. Wat is er nou eigenlijk het belang van Salat al-Rahim? Ik bedoel, wat heb je er als familie aan, dat iedereen elkaar bezoekt, die gezelligheid? Wat heb je daar uiteindelijk aan? De gezelligheid, dat is iets wat je sowieso meekrijgt. Dus dat is een cadeau die je meekrijgt, die gezelligheid. Maar familieband onderhouden, ja. Dat houdt in dat je die band niet gaat verbreken. Want op het moment dat je het verbreekt, gaat alles los. Maar als je die band vasthoudt, ja. Dan gaan jouw kinderen na jou dat ook doen. Anders krijg je splitsing. Je hebt ooms en tantes die je nooit hebt gezien of die je niet kent. Dat is ook raar. Dat is heel erg. Het is echt erg. En er zijn gevallen, echt waar, wallahi, zijn mensen die hun ooms en tantes nooit hebben gezien. Dus het kan om verschillende redenen zijn. Ja. Vooral als ze in Marokko ergens wonen. Ik vind het toch wel heel erg dat iemand op vakantie gaat. En dan zegt hij, ik ga op familiebezoek. Dan gaat hij het hele land doorreizen, overal gezellig, daar. Ja. Maar dan slaat hij familie over. Dat kan echt niet. Dat kan niet. Kan echt niet. Ik noem maar iets. Een voorbeeld. Jouw oom heeft de erfenis van jouw vader gepakt. Jouw vader is overleden, jouw oom is er met de erfenis vandoor gegaan. Hij heeft jouw deel heeft hij gepakt, maar jij kan het niet meer terughalen. Het staat allemaal op zijn naam. Rak'ar Ruina van Lourdes in Marokko, et cetera. Ja. Moet je dan bij je oom langs gaan, terwijl je weet dat hij bijvoorbeeld in jouw huis heeft gejat van jou, als het ware? Moet je dan, hoe? Ja, dat zijn weer twee dingen. Ja. Je bent niet verplicht om samen te gaan zitten en gezellig te gaan eten. Maar band onderhouden, zoals salam en zo, die je wilt te doen. Ook al heb je die hekde van, hij heeft mijn vader belazerd, hij heeft. Als wij het heel goed begrijpen, dan weten we dat we juist aan diegene moeten denken. Want als die zo naar Allah gaat, dan heeft hij een probleem. Heeft hij echt een groot probleem. Dat wil niet zeggen dat je niet voor je rechten moet opkomen. Moet je gewoon doen. Dus je kunt niet zeggen, oh, het is mijn oom, ik laat het zo. Nee, je moet voor je rechten opkomen. Dat moet je doen. Familieband onderhouden is weer wat anders. Want je weet, hierdoor kunnen hele families ontploffen, hè? Klopt. Door erfenis en dat ja, soort dingen. Ja. Ja, we hebben echt families gezien die helemaal uit elkaar zijn. Ineens, hè? Ja. Helemaal uit elkaar. Broers en zussen. Ik heb het niet eens over... Neef, oom. Nee, echte broers en zussen. Dus
En subhanallah, soms heb je echt dat soort situaties, dan heb je toch iemand die de familie bij elkaar probeert te houden. Die heb je ook. Die pakt veel geer mee. Die... Ja, zeker, zeker. We leven natuurlijk in Nederland, in een niet-islamitisch land. Laten we zeggen een individualistisch land. In deze tijd, je kent je buurman niet eens. Je kent, ja. Dus dit land helpt ook niet echt om jou te steunen in die Silat al-Rahim. Al moet ik zeggen dat het in Marokko ook de laatste tijd ook veel minder is. Dus we kunnen niet alleen Nederland schuld geven. Maar we leven in een individualistische maatschappij. Hoe kunnen we ons hieruit onttrekken om toch gewoon, weet je wat, ik ga toch gewoon die Silat al-Rahim toch onderhouden, ondanks dat het moeilijk is? Als ik over mezelf kijk, ik heb het ook heel erg druk. Ja. Maar toch zeg ik tegen mezelf, oké, ik heb het druk, ik maak afspraken. Ik heb een agenda. Een van die afspraken is Silat al-Rahim. Heel simpel. Gewoon heel zakelijk erin zetten. Heel simpel. Dus ik heb een agenda. Ik maak allerlei afspraken. Waarom kan ik die afspraken dan niet in mijn agenda plaatsen? Dus maandag moet ik, avond moet ik sporten. Dinsdag heb ik in de ochtend een afspraak. In de middag Silat al-Rahim. Woensdag. Subhanallah, als je echt gaat onderzoeken, gaat kijken, ik heb er uiteindelijk zie je, subhanallah, het valt toch veel mee. Ja. Het zit tussen onze oren. Toch heb je tijd, bedoel je? Je kunt tijd maken. Ja. Iedereen kan tijd maken. Je kan het echt maken. Ja. Dus het is mogelijk, het is niet onmogelijk. Maar doordat iedereen zichzelf heeft overtuigd en doordat wij dit herhalen, Ik zeg het ook, ik heb het druk. Iedereen zegt ik heb het druk. Dan komt er niks van. Subhanallah. Silat al-Rahim, die bijvoorbeeld oude vrienden, ik noem maar iets. Iemand die je 20 jaar niet gezien hebt. Het is geen familielid van je, het is geen vader, geen oom, niks. Iemand die vroeger bij jou in de straat woonde, je hebt hem lange tijd niet gezien. Is het ook belangrijk om hem ergens te gaan opzoeken of hoe zit dat? Al-Rahim, dat is familie. Hè? Ja. Dus het gaat puur om... Het gaat om familie. Familie, ja. Daar gaat het om. Ja. Maar goed, trouwe vrienden, mensen die waarmee je goede, mooie herinneringen hebt, ja, kun je ook gewoon gaan bezoeken. Maar daar word je niet op afgerekend? Nee, het gaat puur om familie. Dus Silat al-Rahim, ja. Rahim, dat heeft te maken met familieband. Ja. Mooi dat je dat zegt. Er zijn echt mensen die... Juist op zoek gaan naar vrienden, dan laten ze familie. Dat is, die prioriteit klopt niet. Omgekeerde wereld. Dat klopt niet. Ja. Dat je meer tijd investeert in niet-familie dan in familie, dat kan niet. Ja. Bijvoorbeeld, stel je voor, jij bent de oom in dit geval. Weet je, je hebt tot de leeftijd bereikt dat je kinderen hebt. Moet jij dan bijvoorbeeld gaan naar het kind van jouw broer of zus? Of hoort hij naar jou te komen? Hoe zit dat? Nee, natuurlijk is andersom. Dus het is niet dat ik de kinderen van mijn broer moet opzoeken. Natuurlijk kan dat wel. Ja. Maar eigenlijk moeten zij zeggen, ik wil mijn oom bezoeken. Dus daar moeten zij aan denken. Ja. Dus niet jij. En het is nu echt omgekeerde wereld. Dus zoals ik bijvoorbeeld denk van ik ga langs de broer van mijn vader of zus van mijn vader. Ja. Weet je, het is niet dat ik moet denken, ik moet langs de dochter van mijn tante gaan. Ja. Dus... Jij moet naar je oom gaan en naar jouw tante. Ja. En niet jouw tante die moet bij jou komen. Dat is Hashoma ook gewoon. Naksa ook. Ja, het is... Ik natuurlijk voor... als ze een keer op bezoek komen en zo is geen probleem. Ja. Maar dat je echt zegt van ik heb geen tijd voor hun. Laat ze maar komen, dat kan niet. Oké. Okay. Eenzaamheid, hè. Soms heb je echt een oom. Zijn vrouw komt te overlijden. Ja. Dan heeft hij niemand meer. Ja. Dan is de rol van die kinderen om hun oom te bezoeken en niet te verwaarlozen. Ja. Kijk, wij praten, wij denken, mijn oom, over situaties waarbij, makkelijk, maar je hebt ook hele ernstige situaties dat iemand wel neven heeft, maar en hij daar de behoefte aan heeft en het ook nodig heeft. Ja. Maar niemand die bij hem bezoek gaat. Stel voor dat jij zelf in die situatie zou
zitten. Dat je vrouw overlijdt en je kinderen zijn er niet. Ja. En al je neefjes en nichtjes van je zussen, ja, en je broers. Ja, die ziet het. Ze gaan overal naartoe, gezellig. Dit. Maar niemand komt gedag zeggen. Dat is hartverscheurend. En dat jij de oorzaak bent dat jouw kinderen hetzelfde gaan doen. Jij geeft het voorbeeld. Ja, is erg. Ik ga zelf, dat ik denk, ik ga zo wegrijden, ik ga gelijk familie bellen. Maar Barakaloof, ik hoop dat de kijkers toch over hun ego stappen, want het is vooral een ego kwestie, ja, wat je voornamelijk gezegd. Zeker, zeker. Barakaloof. Wafika Barakaloof. Assalamu alaikum Barakaloof.